waren denk ik net 3 maanden niet meer bij elkaar. Toen hij me belde om te vragen hoe het met me was. Ik zat toen al niet meer zo vreselijk in zak en as. En zijn afwezigheid voelde toen al een tijdje niet meer raar. Hij zei, je spreekt met mij, je bent me toch nog niet vergeten. En weet je nog, we zouden toch een keertje samen eten. Dat was waar. We spraken daarom af in de Vier Wilgen aan de Herengracht. Omdat we samen daar besloten we het vaakst hadden gezeten. En dus die week erop, hij had een roosje meegebracht. Zaten we daar opeens weer samen in dat restaurant. Er leek geen klap veranderd, er was slechts een achterstand. In zaken die we vroeger altijd met elkaar bespraken. Hij was nog met die ander, maar dat had ik wel verwacht. Hij noemde hem een schat, maar vond dat hij dat niet kon maken. We praten over onze tijd en over dat hij nog steeds nagelbijt. En ik dacht opeens, wat is het toch een lieve man. Het voelde zo vertrouwd, we hebben geen minuut gezwegen. Alsof ik er een goede vriend had bijgekregen. Dit was het bewijs dat dat dus blijkbaar kan. We hebben zelfs nog een dessert genomen. En om 1:50 stonden we pas weer buiten, samen op de Herengracht. En constateerden, kijk, er komen nieuwe blaadjes aan de bomen. En daarna ging hij weg en was ik weer alleen. Ik heb hem nog een tijdje naast staan kijken. En dacht, wat een voortreffelijk besluit. Het leven kan vaak zo eenvoudig blijken. Maar later, toen ik thuis zat op de bank, voelde ik toch die treurigheid van binnen. Dat was het dus, en nu is het voorbij. Het wachten kan weer gaan beginnen.